Ik heb een kennis aan het maken, Rich. Hallo? Wat is dit nou? Nou, je deed het wel heel zachtjes hoor, Rich. Ja, kom, ga maar weer laag. Ga maar weer laag. Ja, ik kwam eventjes kennis maken, hè? Dat is echt raar. Heel mijn naam is nat. Ik heb er geen gevoel in. Hey guys. Kun je even kennis maken met de baby, Bas? Hij zit hier. Hier. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En het is een luie zondag. Is baby. Het is baby zondag. Het is luie baby zondag. Nou, om 9 uur dacht de baby ook al van... Hoi! Hallo! Ja, joh. Ja, ik heb er niks van gemerkt. Nee, jij niet. Nee, ik was lekker Werk. Nog aan het slapen en zo. Ja. Ja, we hebben wel lekker uitgeslapen vandaag, toch? Soort van. Dat is soort van? Ja, ja, okay. Ik kon gewoon 100 keer wakker worden, dus ik ben gewoon mijn achterstandige slaap aan het inhalen. Ja. Maar ja. Ik snap hem. Dat is ook gekund. Maar ja, nu is het dus zondag en we hadden eigenlijk de badkamer in willen ruilen. Ruimen. Ja. Maar heb je het ook wel eens dat tegenwoordig pakketbezorgers iets komen bezorgen en dan zeggen ze dat ze het hebben afgeleverd, maar ze hebben gewoon niks achtergelaten? Nee. Ik heb een beetje spraakgeblek, hoor je dat? Dus dan krijg je een berichtje van, nou, we hebben om zo en zo laat hebben we het bezorgd. En dan ga je kijken en dan is er niks bezorgd. En we hebben netjes een brief op de deur gehangen van, nou, de buurman heeft de sleutel. Kan daar maar aan. Ja. Dat is niet gebeurd. En er is geen briefje achtergelaten van, nou, u was niet thuis. En er is geen briefje achtergelaten van, nou, we hebben het ergens anders gedropt. Hallo? Hallo. DPD. Waar is mijn badkamer? Dus, ja. Ja. Moet morgen maar even bellen. Ja, want ze zijn natuurlijk in het weekend niet te bereiken, dat snap je wel. Ja. Maar ja. Maak er maar het beste van. Ja. Twee eventjes geduld. Maar ja. Ik dacht van, misschien kunnen we naar die ijssculpturen gaan kijken. Moeten we sowieso nog voer halen. Ja. Voor die doggies. En hier is er ook nog eventjes eentje aan het... positioneren. Want nou, ik denk niet dat hij nog heel lang blijft zitten eigenlijk. Ja, maar morgen hebben we de goede echo. Dat is ook leuk. Wat zit hier? Hallo? Ik heb toch je placenta hier? Ik heb toch de hele tijd het idee van gehad dat hij goed lag al, maar hij is zo aan het bewegen de laatste twee dagen dat ik denk, hallo? Blijf dus in positie. Maar dat gaan we dus morgen bekijken. Ja. En dan gaan we morgen toren krijgen of hij al goed ligt. En ja, hoe goed hij gegroeid is. En ja, ik denk dat ze misschien ook een inschatting kunnen maken over hoe zwaar die is, zal worden. Hoeveel ja, ik eruit moet poepen. Gok ik ook al, ja. Dat ik me alvast psychisch kan voorbereiden op de ruimte die nodig is. Ja, ik vind dat je het super doet. Dankjewel. Ja, toch? Ik voel me net wel een walrus af en toe, maar verder gaat het goed. Nou, dat komt dan mooi uit, want ik hou van walrussen. En zeeleeuwen.
En dolfijnen. En haaien. Ik begin ook wel aardig wat vocht vast te houden. Zelfs gewoon, ik kan zelfs dit in mijn nek vasthouden. Wat is dit dan? Dus ja. Ach, niet uit. Hoort er allemaal bij. Nog eventjes en dan is alle ellende voorbij. En dan, nou ja, ellende. Ja. De zware dingen. Nou. Ellende kant van het zwanger zijn. Ja. Kijk dan, je ziet er toch hartstikke mooi uit, joh. Een mooi buikje. Een mooi bekske, zouden wij in Tilburg zeggen. Ja, maar dat je wel denkt van, hallo. Moet dit nog groeien? Help. Nee, het is natuurlijk ook wel ver uitgegroeid. Althans, het is niet uit, maar als in... zo. Hoi. Nee, maar ja, hij wordt niet echt groter, maar hij wordt wel voller. Hij wordt wel molliger. Ja. Ik hoop wel dat hij kneepjes heeft. Dat is wel leuk. Ik ga hem knijpen. Vast wel. Ja. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe de honden gaan reageren. Ja, zo. Ze zijn wel heel aanhankelijk, hè? Nee hoor. Er zit sowieso altijd wel eentje hier. Of Mo, of vooral Mo eigenlijk. Ja. Zo'n, voelt zich nu al heel verantwoordelijk. Ja, onze ja, zal hij dat opa. Denken? Ja. Ja, sowieso. Volgens mij is het gewoon een leeg hoofd. Nee. Mo is echt dat te slim. Nee, Mootje. Lieve Mootje. Dus, ja, dan wordt hij jaloers. Ja, ja. Ja. Nou, wat zeg je ervan, mama? Gaan we even douchen? Ja, goed idee. En dan kijken we wel even wat we gaan doen. Ja, toch? Ja, toch niet dan? Ja, toch? Je weet toch? Oké, okay, doei. Doei. Mo! Mojo! Lekker uiltje geknapt. Ja. Ik heb gekookt. Jongen. Trek. Beetje. Oké. Okay. Maar, Soms dan, weet je wel dat ik soms een beetje zo ineens iets op mijn heupen krijg. Mm-hmm. Ik denk van, wat gaan we nou weer krijgen? Nou, ik dacht ineens van, misschien kan ik de keuken wel eventjes anders indelen. Dus ik hoop dat jij het ook een goed idee vindt. Daar ga ik nu achterkomen, denk ik. Ja. Nou, ik denk, ik doe nog even rustig aan. Dus ik heb niet de hele keuken gedaan, maar misschien, ja, kijk maar eventjes. Oké. Eerst een dutje gedaan tussendoor. Ja. Lekker toch? Hoi. Hoi. Kun je al even een uitje pakken? Een uitje? Ja. Wat zou ik dat hier doen? Maar, nee, die liggen daar helemaal niet, schat. Die liggen daar helemaal niet. Die gaan hier. Ja. Ja, beter, beter. Zo cool, hè? En de pindakaas. Ik heb de pindakaas nodig. Nee, die ligt daar helemaal niet, schat. Snap je toch? Je moet nog over nadenken. Ja, maar het is ook gewoon niet... We hebben wat kruiden gekocht. Ja. Ja, we hebben zelfs nog bijna een hele plank vrij, zeg maar.
Thee. Hebben we nou zoveel minder glazen? Nee, die staan daar. Oké, top hè? Top, alsjeblieft. Ik ben er wel aan. Nou ja, ik ben hier ook nog niet helemaal van overtuigd, maar het is meer dat die dingen zijn zo lomp groot en ja, het is gewoon niet helemaal handig. Oké, we gaan eten. Goedemorgen. Het is vroeg. Het is 8:30. Dat is voor ons vroeg. Nou, voor mij vooral. Sergio is wel meer gewend tegenwoordig. Maar vandaag is denk ik de laatste keer dat wij onze babyboy gaan zien op een echo. Als we überhaupt iets van hem gaan zien, want hij is inmiddels denk ik al zo groot dat er misschien niet zoveel te zien is. Maar we hebben een goede echo vandaag. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Laatste keer. Volgende keer in het echt. Als het goed is, volgende keer in het echt, ja. Ja. Hij is in ieder geval ook echt bijna 24/7 aanwezig. Op zich natuurlijk gewoon heel fijn dat je weet van oké, hij heeft er blijkbaar naar zijn zin. Maar dat is ook best wel vermoeiend, kan ik je vertellen. Maar goed, we gaan vandaag gewoon eens even kijken wat de jongeman te vertellen heeft aan ons. Hoe groot hij is geworden, of hij al een beetje vetlaagje heeft, hoe die ligt, of die al op zijn plekje is gaan liggen. Hoeveel die weegt, een beetje geluk. Ja, ik denk dat ze daar inderdaad een inschatting van gaan maken, ja. En hoeveel die gaat wegen nog, zoiets. Hoeveel psychische kracht ik nodig heb. Om hem eruit te gaan persen. Ja, Tilly, die was gewoon in de 4000 gram, hè? Zoiets. Ja, die was echt. En dan hoorde ik dat de mensen van adel altijd een keizersnee krijgen. Ja, dat hoorde ik ook, ja. Is dit niet een idee? Nou, ja, dan hou ik zo'n lelijk litteken over. En dat is echt gewoon een buikoperatie. Dat moet je ook niet onderschatten. Wel. Kijk, als het niet anders moet, dan of anders kan, dan. Maakt het je een piratenvrouw? Nou goed, we nemen jullie mee. Koud. Nee, dit is lekker warm. Oh ja? Dat is beter. Verwarmd. Hoe je het hoofdje ziet, en je hoofd dat er iets hebt ten opzichte van wat er was. Mooi hoofdje, je neusje, lipjes, keeltje. Bijna ook eens vullend, dat is een slusje geworden. Die lipjes? Ja. Grappig, hè? Hoofdje zit er mooi beneden. Rechterkant bij u, waar het vruchtwater er netjes omheen zit. Er is een stukje placenta, dat begint hier. Vruchtwater overal nog. Tussen die armen en de benen, die buisjes, dat is die navelstreng die je daar nog tegenkomt. Mooi hoor. Huh? Mooi snoetje. Ja. Die moet ik echt zo plassen. Tjoe, jongen. Ik krijg zelfs aandrang als ik het zie. Keurig. Billen hierboven. Jullie wisten het geslacht, hè? Ja. Gaat dat met het liggen? Ja. Ja? Goed. Hier
kennen. Zou ik een grote jongere worden? Ja, ook gewoon doorgegaan. Zo. Zo. Bakkie. Dat is vroeg, hè? Niet knoeien? Nee. Ja. Vroeg, ja. Het is even pittig. Ik heb niet zo lekker geslapen. Heel onrustig. Jij? Ik ook niet. Ook niet. Oké. Okay. Maar we hebben de kleine weer gezien. Ja, die zag er in ieder geval goed uit. Ja. Hij is goed geroeid. Piemel zat er nog aan. Piemel zat eraan. Hij is 2 kilo en nog wat? Hij was ongeveer 2500 kilo, volgens mij. Kilo? 2500 gram. Zo dan. Nou, 2500 gram. Ja. En de verwachting, als alles in de lijn doorloopt, dan wordt hij 3500 gram ongeveer. Ja. En hij zal nog iets van 10 centimeter groeien. Yep. En verder is het gewoon lekker aandikken. Lekker vetjes opbouwen. Precies. En hij had haar. Oh ja, had haar. Dat kon je gewoon zien. Echt leuk. Dat je dat kon zien, ja. Dat vond ik wel heel grappig. Ja. Wel een beetje, ik vond de kleur niet zo mooi, maar dat... Van zijn haar. Ja, was een beetje wit. Een beetje een wit kleurtje. Je begint wit en je eindigt wit. Die is diep, hè? Ja, maar dat is niet. Hoezo? Ja, op de echo. Wat? Nou ja, je eet echt niet natuurlijk. Je maakt zelf het grapje en dan ga je er bloed serieus op in. Ik grapje, ben met er eentje. Je komt wit en je gaat wit. Ja. Conclusie. Maar, en hij ligt mooi in het knikkerputje. Ja, hij ligt dan naar beneden, dus dat is wel een geruststellende gedachte. Hij verwacht ook niet dat hij nog... Nee, hij gaat niet meer bewegen, want hij... Nou, bewegen doet hij genoeg. Ja, nee, precies. Hij niet meer draaien bedoel ik. Want maar zijn hoofd gaat niet meer omhoog Nee, hij gaat niet meer omhoog. Nee. Want hij heeft er geen ruimte meer voor. Nee. Nee. Dus dat is wel een geruststellende gedachte. Ja. Dus gewoon lekker blijven liggen. Ja. Flinke piemel ook weer. Ja. Die was ook meegegroeid. Dat is toch gek, hè, om te zien. Komt hij eruit, het pinkie? Ja. Zo'n vingercoaching. Zo'n nageltje. Ja. Dus, nou ja, we zijn weer blij om hem te hebben gezien. Zie. En nu wacht op de badkamer, want daar hebben we dus even voor gebeld en die schijnt vandaag dus toch te komen. Zonder nader berichtgeving. Ja. Erg fijn. En we gaan nog even kijken voor een bureau. Als het haalt, tenminste als de badkamer op tijd komt. Een bureauplank. Een bureauplankblad, inderdaad. Waar we dan onze vloghoekje van kunnen maken. Want we zitten nu zeg maar of hier op de bank en dan al die draden en snoeren. Of daarachter helemaal op het oude naaimachine. Dat is allemaal niet heel handig en gezellig. De honden die willen telkens bij ons zitten en die lopen dan over de snoeren en dan trekken ze de harde schijf eruit en Dus dat. Iets anders. Ik heb allemaal in mijn hoofd dat ik van alles moet doen. Maar dan komt dat ik de nachtdienst inga. Daar heb ik zoveel zin in. Hoi, je slaapt vanavond helemaal niet bij mij. Komende 4 nachten? Nee. Maar goed, dat deze vlog dan toch eventjes tussen zit, voordat we hem online gooien. Anders weten ze allemaal dat jij alleen bent vannacht. Komen ze jou stalken. Ja, dat zal gebeuren. Nou, als jij nou live gaat vannacht, dan kan ik jou zien. Dat ik gewoon de hele tijd mezelf film als ik ga slapen. Ja. Vinden jullie ook vast hartstikke leuk? Ja, het is echt heel interessant. Ik vind het een top idee. Goed. Ik heb echt fantastische ideeën. Tink uit mijn nest gaan om te plassen. Oh ja, zijn blaas was ook helemaal vol. Oh ja, zijn blaas was vol met vruchtwater. Want er is nog geen urine. Nee. Want hij drinkt urine en dan zit die blaas meteen Hij vol. Drinkt urine? Dat zei ik niet. Ja. Nee, dat zei ik niet. Kijk maar terug. Nee. Want hij drinkt urine. Nee. Want hij drinkt urine. Hij drinkt urine. Hij drinkt vruchtwater en dan plast hij vruchtwater. Ja. Dus dat? Ja. Oké. Okay. Maar dan er niks anders op chillen. Dan koffie doen. Oké. Okay.